Terwijl onze schoenen nog vol zitten met pepernoten, is het komende zondag toch echt alweer de eerste advent en bereiden we ons voor op de kersttijd. Ook veel christelijke muziekartiesten zijn klaar voor de kerst en hebben zich dan ook gewaagd aan het opnemen van kerstmuziek. In de studio muziekjournalist Leon van Steensel. Leon, welkom. Ja, het lijkt mij een van de lastigste genres binnen de muziekwereld: uh, het genre van het kerstlied. Ja, het klinkt altijd heel gemakkelijk. Hè? Je, ja. Als je niks weet te doen, dan doe je een kerstplaten. Maar, maar uh, ja, het is lastig omdat, omdat mensen toch een bepaalde gedachte hebben bij wat kerstmuziek moet zijn. Ja, het... Dus het is heel lastig om daarin te verrassen, zeg maar. Het hangt van nostalgie, traditie en ja. kerstklassiekers aan ja, elkaar. Iedereen kent wel die belletjes die dan ja. moeten klinken en zo. Dus uh, ja, alle klassiekers die je altijd op de radio hoort, die hebben al die elementen wel. Maar uh, alleen al de tekst, artiesten zullen een hele kluif hebben om een, origineel, een originele tekst over kerst uh, ja. te doen. En, en hoe zie jij dat christelijke artiesten daar in het algemeen dan mee omgaan? Ja, opvallend genoeg zijn de christelijke artiesten juist degene die dan uh, vaak het meest verrassend uit de hoek kunnen komen. Uh, je zou verwachten dat iemand die daar helemaal van buitenaf een poging aan waagt, dat die dan juist een, een interessante insteek pakt. Maar de christelijke artiesten weten heel duidelijk bepaalde aspecten van, van iets te pakken. Uh, bijvoorbeeld voor King and Country, de broers van Rebecca St. James, ja. die hechten zich in hun concert heel sterk op het verhaal van dat liedje van The Drummer Boy. Ja. Een jongen met een, uh, een drum die dan uh, dat doet. Dus dat soort insteken zijn er dan. En ja, dat is heel mooi, heel origineel. Maar we gaan even naar uh, de nieuwe kerstmuziek. Uh, de eerste band uh, We Are Messengers, die heeft een uh, kerstplaat opgenomen. En dat doen ze met een Keltische inslag. Laten we even luisteren. Ja. Bekend kerstnummer in mercy. Bekend en ja, toch weer een, een eigen, uh, eigen stijl. Um, ja, is, is de bent hierin uh, geslaagd? Jazeker. Op. Ja, de plaat heet Rejoice, a Celtic mm -hmm. Christmas. En We Are Messengers is eigenlijk. Uh, niet zozeer een band, maar het is alles rondom één man. Darren Mulligan, de, de, mm -hmm. de kale man met de baard die je zag zingen. Uh, echt een ras, echte Ier die ook nu voor de kerst heeft gezegd: Weet je, ik wil niet zomaar kerstliedjes doen. Maar ik wil daar een stukje van die Ierse cultuur terug laten komen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die liedjes opgenomen in een plaatselijke kerkje uh, en in een plaatselijke pub waar ze samenkomen. Dus je ziet letterlijk gewoon al hun vrienden en vriendinnen die, die ook maar wat voor instrumenten ook spelen, komen erbij. Nou, Je zag al een harp, je ziet die mandolines, alles zie je langskomen. En ja, dan ontstaat echt die, die, dat, dat Ierse, Keltische uh, ja, cultuurgeluid wat, uh, wat mooi samensmelt. Dus ik vind het een hele mooie, hele mooie geslaagde, geslaagde missie. Oké. Okay. Ja. En uh, dit is wat, wat christelijke artiesten vaker doen, Z zie jij? Echt een eigen draai geven aan kerstklassiekers. Ja. Ja, nou je ziet wel heel duidelijk dat er artiesten die in een bepaald genre uh, uh -huh. actief zijn, of het nou aanbidding is, of dat het in echt hele specifieke gospelmuziek is, of, of ja, zoals dit, in, uit een bepaalde cultuur komen, dat ze heel erg de neiging hebben, de behoefte om dat bij elkaar te brengen. En ja, dat, dat is voor hen ook dan de meest authentieke manier om, om, om dat te laten horen en ja, dat vind ik heel mooi. Ja, uh, de vorige keer dat je hier was, een paar weken geleden, toen had je het over Sissy uh, Winans, die ja. toen uh, artiest van het jaar was geworden bij de Dove Words. Ja. En die heeft zich ook gewaagd aan uh, ja. de kerstmuziek. Klopt. Joyful, joyful uh, plaat. Eigenlijk een beetje een verrassende plaat, omdat ze net al een, uh, een, een, ja, een hele. Bekende plaat heeft gehad waar ze allerlei awards mee heeft gewonnen. Believe for it heette die. Toen kwam er gelijk een live album achteraan. Dus ja, je verwacht niet dat ze dan ook gelijk nog een kerstplaat doet, maar dat heeft ze ja, wel. Publiciteit gedaan. had ze het niet nodig. Ze had het absoluut niet nodig, want ze is artiest van het jaar geworden afgelopen mm -hmm. jaar. En ze staat volop in de belangstelling. Maar deze plaat heeft ze echt wel. Heel mooi gedaan. Ik vind het een van de hoogtepunten van, van dit jaar ook omdat het helemaal een beetje het gevoel van de Whitney Houston kerstmuziek terugbrengt. En uh, daar is Sisi heel erg in geslaagd. Dus allemaal originele nummers die ze zelf heeft geschreven, gecombineerd met echte klassiekers. Oké. Okay. Sisi nou, Winans komt deze zomer ook met Michael Dobby Smith naar, uh, naar Nederland. Ja. Uh, dus dan uh, kunnen we haar stemgeluid uh, dan zonder de kerstnummers natuurlijk uh, uh, horen. Um, dan wil ik ook nog even met jou naar de uh, kerstmuziek voor gezinnen. Ja. Want daar uh, komt ook elk jaar weer van alles vooruit. Ja, nou ja, uh, hè, de, de jonge generatie, er is een heleboel kerstmuziek voor kinderen. Uh, en er zijn artiesten die zich heel specifiek richten op kinderen of heel specifiek richten op ouderen. Uh -huh. uh, Marcel en Lydia Zimmer doen het eigenlijk allebei. En die hebben de afgelopen jaren wel heel sterk gezegd van wij willen de nadruk gaan leggen op gezinnen met jonge kinderen. Uh, ja. En nou, daar is hun muziek ook heel erg op gericht. En ook, dus, de kerstplaat die ze nu hebben gemaakt. Hoe ha, het is kerstfeest. Ja. Even over een hele andere boeg dan uh, de Keltische geluid wat je net hoorde. Precies. Um, maar het is echt ja, Nederlandstalig, eenvoudig te begrijpen. En ja. ook hè, typisch traditioneel <laughs> Nederlands met gebaartjes. Laten we kijken: Hoera, het is kerstfeest. Jezus is geboren. Ja, nou dat is uh, toch. Kom maar hè? Ja, <laughs> met de gebaardjes. Nou volgens mij zie ik dit helemaal losgaan in uh, verschillende kerken met, uh, met deze kerst. Dankjewel uh, Leon voor je bijdrage.